Ilonka, welkom. Hoi, goedemiddag, dankjewel. Alles goed? Ja, mag niet klagen. Alles druk toch? Ja, de foundation is inderdaad heel druk bezig met sportontwikkeling in het land naar een hoger niveau te tillen. Ja. We zijn afgelopen vrijdag gestart met ons tweede deel van ons Ready Enable trainer-trainerprogramma dit jaar. Het tweede deel? Ja, we zijn jaarlijks sinds 2012 hebben we twee trainer-trainerprogramma's in een jaar. Ja. Dit jaar zijn we gestart in Wanica en daar hadden we een aantal gecertificeerde cursisten mogen afleveren. En dit tweede deel is dus in Paramaribo gestart, alleen... Ja. Alleen is er een verschil met het eerste deel. En dat is dat wij van een vierdaags programma gegaan zijn naar een vijfdaags programma. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk deze keer wat bijzondere gasten in ons midden. Waaronder Gert-Jan van der Linden. Gert-Jan, mag ik ook zeggen wie Gert-Jan van der Linden is? Ja, natuurlijk. Oké, Gert-Jan van der Linden behoort tot de Paralympische top van de wereld. Hij is wereldkampioen zwemmen geweest en daarnaast ook wereldkampioen in rolspoelbasketbal. Hij heeft 520 interlands gedaan. En hij is nu bondscoach van het Nederlands Paralympisch basketbal, rolstoelbasketbalteam die naar Rio gaat in 2016. Hoog bezoek moet ik zeggen. Zeer, zeer hoog bezoek hebben wij. En wat de materie betreft gaan we dus nu, in tegenstelling tot de afgelopen trainingen, de afgelopen jaren, gaan we echt in de diepte. Waarbij we eerst in de oppervlakte zijn gebleven. Ja. Even snel kort, trainersprogramma, wat houdt dat in? Voor de mensen die het nog niet weten. Oké, ons trainersprogramma die is gericht op trainers, docenten, coaches, vrijwilligers, hulpverleners, waaronder politie, brandweer, eigenlijk iedereen die met mensen met een beperking werkt of in aanraking komt, kan je wel zeggen. Die scholen we dan. Hoe je het beste om kan gaan met mensen met een beperking. En dat doen we dan in combinatie met sport en bewegen. We gebruiken sport als tool om mensen bij elkaar te brengen. En natuurlijk ook te helpen richting een gezondere levensstijl. Oké. Gert-Jan van der Linden, welkom. Ja, welkom. Het is een voorrecht om uur te hebben. zo voelt het voor mij niet, maar ik voel me wel heel aangenaam, dankjewel. Ja, hoe is het contact gelegd geworden met Ilonka? Nou, Ilonka was vorig jaar, of begin van dit jaar in Nederland. En het was op het Nationaal Trainingscentrum op Papendal, bij Arnhem. En toen is ze even een stukje wezen kijken van de training. En daarna hebben we een gesprek gehad van een beetje mijn leven. En wat ik allemaal al heb bereikt en wat ik allemaal heb gedaan. Ja. En toen was Ilonka eigenlijk gelijk heel enthousiast van het zou geweldig zijn om dat in Suriname een keertje te komen vertellen. Ja. En te laten zien van wat jij uiteindelijk met jouw beperking. Want de mensen kunnen aan door de radio niet zien natuurlijk wat ik heb. Maar ik mis mijn beide onderbenen. Omdat er een stalen paal van 450 kilo op mijn been is gevallen. En waardoor op vierjarige leeftijd allebei mijn benen zijn geamputeerd. En dan kan je twee dingen doen. Je kan thuis zitten achter de geraniums, noemen we het dan maar. Of je pakt gelijk het leven op en je wil gewoon lekker actief bezig zijn. En als kind heb ik altijd gezegd dat ik gelijk al van ik wil sporten en ik wil mijn geld daarmee gaan verdienen. Ja. En voor je ouders was dat natuurlijk wel even schrikken. Maar voor mezelf, als ik nu dan kijk waar het nu staat, gebeurt dat nu wel. En nogmaals, zo terugkomend op het gesprek die ik had met Ilonka, die hoorde dat allemaal. En die zegt van ja, het zou geweldig zijn dat je dit gewoon kon vertellen in Suriname. En wat Ilonka uiteindelijk doet met zijn foundation, dan klikt dat precies wat ook mijn drive is, zeg maar, in het leven. Om juist mensen met een beperking aan het sporten te krijgen. Omdat je dan door het sporten alles zo laagdrempelig maakt. Waardoor dat het in de maatschappelijke carrière voor mensen met een beperking, dat ze gewoon ook alles kunnen doen. En daar wil je dan je steentje bij bijdragen. En als je dan deze trainers daar wat mee kan geven, dan doe je dat graag. Okay. Door je ongeluk ben je vast blijven houden aan die droom. Waren er moeilijke periodes waar je dacht van... Jazeker. Tuurlijk. Ten eerste heb iedereen die, denk ik. Hè. Je hebt altijd wel dingen die je negatief meemaken. Ik ben een aantal gepest op school. Je hebt dan kunstbenen, hè, want dat had ik dan. En dat waren dan houten benen, werd dat gezegd. Terwijl er geen één dingetje hout meer in zat. Maar je werd er wel mee gepest. Je ging dan weer een trap op. Want ik kon alles over. Met mijn protheses deed ik fietsen, trappen lopen. Alles deed ik ook. Dus dat was allemaal geen beperking voor mij. Maar dan kwam je boven aan de trap. En dan gooide je je tas weer naar beneden. En maar lachen. Je deed er toch altijd weer wat langzamer over. Dan iemand die valide is. Dus op zich was het gewoon getreiter en gepest.
Natuurlijk, maar ik had mijn passie en mijn drijf had ik daardoor wel in de sport. Ik zeg ook dat dat mij ook wel gehard heeft in de sport. Want daar kon ik alles mijn ei kwijt. Ja. En dat waren natuurlijk met mensen met allemaal een beperking. Dus dan voelde je eigen thuis. En sterker nog, je voelde je op een gegeven moment een ster. En je wilde maar meer en meer. Dus daarmee heb ik het altijd mooi kunnen verschuilen, zeg maar. En eigenlijk maar niet over praten. Ja. En dat is nu wel veranderd. Want ik deel dit ook gewoon met iedereen dat dit gebeurd heeft. En het is ook in die slechte tijden, die heb je gehad. En die heb denk ik iedereen. En juist denk ik door die negatieve dingen maakt het jezelf als persoon juist veel sterker om je doel te bereiken. Wat ging er door je heen toen je daar op het podium stond en je kreeg de gouden medaille? Ja, wat ging er door je heen? De eerste keer mijn zwemmen, want er werd net even gezegd over het zwemmen. Ik heb een gouden medaille gewonnen in 1980 op de Paralympics. En die werden gehouden in Arnhem toen die tijd. Omdat in Rusland waren de Olympische Spelen, maar in Rusland zeiden ze, we hebben geen gehandicapten. Dus toen hebben ze het in Nederland opgestaan. Die hebben gezegd van, wij gaan de Paralympics organiseren. Ja. Toen was ik 13 jaar oud. En ik moet zeggen, ik deed daar gewoon mijn ding. En ik was nog een kind en ik wilde de top halen. En dat ik toevallig dan zo hard kon zwemmen, dat was het maar mooi meegenomen. En dat resulteerde ook uiteindelijk uit een gouden medaille. Dus je was gewoon blij als een jonge puber, zeg maar, die daar op een podium stond met allemaal oudere mannen om je heen. Ja. En het was natuurlijk fantastisch. Maar mijn passie was gewoon wel bij een teamsport. En ik ben gelijk een dag later eigenlijk echt met volle passie ook in de teamsport gedaan. Daarvoor speelde ik al rolstoelbasketbal. Maar toen ben ik gelijk bij het Nederlands jeugdteam begonnen met het rolstoelbasketbal. En toen wilde hij dat doel bereiken. En dan ging je gewoon elke dag keihard voor trainen. En elke prijs die je hebt gewonnen, dat is gewoon een fantastische bevestiging van de trainingsarbeid die je hebt gedaan. Maar de mooiste prijs blijf ik zeggen dat ik geridderd ben door de koningin in Nederland. Met de bewezen diensten voor de gehandicapte sport in de totaliteit. En dat vind ik een veel mooiere medaille nog. Okay. Basketballen bij de Paralympics is moeilijker, kan ik me inbeelden. Ja, de ring hangt net zo hoog natuurlijk. Hè? Ja, en wij kunnen niet springen om die bal erin te leggen. Dus het wordt allemaal wat lastiger. Maar wij moeten met dezelfde handen moeten wij ook nog onze rolstoel voortbewegen. En dribbelen. Kijk, we kunnen geen loopfouten maken. Traveling, zoals bij het valide basketbal. Maar dat doen wij wel met als je in balbezit bent en je doet 3 keer aan je wielen zitten. Ja. Dan is het 1 keer te veel. Dus is het overtreding. Dus je mag maximaal 2 keer aan je wielen zitten. Dan moet je dribbelen. Ja. En stuiten. Dus als je dan dribbelt, dan ga je over het veld heen. En dan moet je paasen of schieten of wat dan ook. En voor de rest is het veld is net zo groot, de driepuntslijn is net zo ver, de vrije worplijn. Dus in principe zijn alle regels en de afmetingen allemaal hetzelfde. Ja. Alleen je hebt dan nog een paar afwijkende regels en dat is de rolstoel. Mm-hmm. Want je moet voorstellen dat de rolstoelhoogte mag niet hoger zijn dan 58 centimeter. Oh, okay. Want anders zou je er eentje nemen van 2 meter en dan, maar dan kun je weer niet rijden. Maar daar wordt wel naar gekeken. Okay, dus die maximale hoogte is er. En voor de rest is het gewoon een sport met voor mensen met een beperking. En alle beperkingen doen daar dan ook mee. Okay. Ik zag, je beweegt je gewoon voort zonder prothese. Ja, ik heb uiteindelijk de beslissing genomen om mijn protheses, waar ik net al over sprak, om die gewoon in de kast te leggen. En dat is eigenlijk enerzijds een commerciële factor geweest. Mm-hmm. Omdat ik in de verkoop ging van sportrolstoelen. En als je een rolstoel verkoopt en je zit in een rolstoel, dan verkoop je hem eerder dan dat je daar lopend binnenkomt. Dus dat was de ene commerciële reden. Mm-hmm. De andere reden was omdat ik zoveel trainde, dat je continu je protheses aan en uit ging doen. Ja, waardoor dat het ook wrijving gaf aan de stomp, zeg maar, aan mijn been. Waardoor dat je daar problemen en last van kreeg. Dus uiteindelijk heb ik ze in de kast neergelegd en niet meer naar omgekeken. En dan word je zelf weer vader en dan dacht je van, nou, voor je kinderen wil je wel eens een keertje proberen om op protheses te lopen. Ja. Maar door het vele kruipen is mijn knieschijf omhoog geschoven. Ja. Waardoor dat ik eigenlijk niet meer op protheses kan lopen. Dus dat is dus dat kan helaas niet meer. Ja. Je bent nu in Suriname om een wezenlijke bijdrage te leveren. Je bent al bezig geweest. Hoe heb je dat ervaren? Nou, voor mij is het de eerste keer dat ik in Suriname ben. Dus het was sowieso voor mij de eerste keer dus afwachten. Ik heb wel een collega, Nico Teunissen, die ook al meerdere malen hier in Suriname is geweest. En doe al heel veel samenwerken met Ilonka in de verschillende projecten. En met hem ben ik samen deze kant op gekomen. Dus hij had me al een beetje gezegd wat ik kon verwachten. Ik moet zeggen, het is zelfs boven verwachting. Want het is gewoon geweldig om mijn gedrevenheid en mijn ervaring te kunnen delen met anderen. Dat vind ik gewoon geweldig om te doen. En iedereen is ook heel leergierig. Hè? Ze willen het ook graag horen en zien wat er allemaal mogelijk is. Aan de andere kant, als ik dan even naar mijn eigen sport kijk, rolstoelbasketbal, dat is hier totaal helemaal nog niet. Nee, en dan moet ik wel zeggen, dan jeuken mijn handen
om eigenlijk hier ook zo snel mogelijk te willen starten. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat juist met name met kinderen met een beperking, als die gaan sporten, dan verandert het leven zo voor het kind, maar dan uiteindelijk ook voor de hele maatschappij. Ja. Waardoor dat er gewoon heel positieve invloed kan hebben in de toekomst. Ik zit dan zelf in de rolstoel en ik kan gelukkig uitstappen en dan loop ik op mijn knieën. Maar elke stoep, dat is nog wel een halve meter hoog. Dus rolstoelvriendelijk is het niet. Ja. Dus ik denk dat daar ook nog wel een aardige slag te maken is in Suriname. Mm-hmm. Alleen ik ben me heel goed van bewust dat het allemaal met kleine stapjes kan gaan. Ja. Als ik daar überhaupt een rol in kan betekenen, dan lijkt het me geweldig om te doen. En de contacten met die Lonka en met het ministerie van Nederland, die hebben er ook wel mede voor gezorgd dat ik ook hier ben. Daar denk ik gewoon dat er geweldige stappen gemaakt kunnen worden. Okay. Even naar jou, Ilanka. De connecties zijn er. Het loopt al vrij goed. Mm-hmm. Met Gert-Jan erbij. Een bijzondere aanwinst en een grotere stap naar de richting waar je wenst toe te gaan. Ja, dat klopt. Kijk, we focussen ons nu sinds 2009 op de kinderen en ouderen met een beperking. Omdat die vanuit een relatief achtergestelde positie proberen we die naar voren toe te brengen. Mm-hmm. Op de voorgrond te brengen. In de afgelopen tijd hebben wij dus de mensen gezorgd voor wat meer deskundigere trainers in het veld. Als het gaat om mensen met een beperking. Maar nu met de komst van Gert-Jan, dan kunnen we wat meer actievere stappen toebrengen richting de Paralympische sporten. En we hebben de Special Olympics al, dat onze atleten naar de Special Olympics gaan. Maar de tak dat Suriname naar de Paralympische Spelen gaat, die is nog niet direct ingevuld. En helemaal niet als het gaat om rolstoel basketbal en andere type sporten. Ja. Dus denk ik dat het een hele mooie samenwerking kan worden. Los van dat de foundation met Gert-Jan van der Linden en Nico Teunissen verder gaat opzetten. Maar ook als we gaan kijken naar het Olympisch Comité. Ja. Vanuit het SOGK bekeken. Dus alles gaat hier draaien met de foundation op basis van samenwerken. De kracht van samenwerken waar we naartoe moeten gaan. En het vertrouwen dat ieder zijn werkveld heeft. En dat we elkaar kunnen overlappen. Op het moment dat wij in een jaar of twee jaar tijd kunnen zeggen. Van dat wij een basketbalteam van 16 rolstoelgebruikers kunnen hebben. Dan heeft Suriname zijn eerste rolstoelbasketbalteam. Kijk, we hebben nu een project dat ik samen met Nico Teunissen doe. Met Stinavo, namens Stinavo. Mm-hmm. Dat heet Special Hero Suriname. Ja. Daar heb ik het wel eens eerder met je over gehad. En wij proberen nu vanuit in samenwerking met het speciaal onderwijs en de sportbonden. Promoten we 3 verschillende sporten. Helaas was het ons niet gelukt om basketbal te promoten, terwijl we wel met de basketbalbond aan tafel hebben gezeten. Dus de sporten die we nu promoten is volleybal, atletiek en voetbal. Mm-hmm. Dat betekent dat die kinderen die nu tijdens schooltijd door de sportbonden, de trainers van de sportbonden, geïnteresseerd gemaakt worden voor voetbal, volleybal en atletiek. En dat ze dus door na die enthousiasme en die interesse kunnen ze zich nu inschrijven bij een sportclub. En dat betekent dat bijvoorbeeld voetbal zijn eerste gehandicapte elftal zou kunnen opzetten. G-elftal. Hetzelfde zou kunnen voor atletiek, maar ook wel weer voor volleybal. En natuurlijk in het verlengde daarvan kunnen we praten over basketbal en andere sporten. Dus je ziet dat het traject ingezet is. Maar je weet, zoals elk resultaat waar je naartoe werkt, gaat gekoppeld aan processen. Ja. En processen nemen tijd. Okay. Gert-Jan, je zei het al, niet al te moeilijk is het niet te moeilijk om van de grond af te starten een basketbalteam op te zetten? Nou, ten eerste, en ik denk ook dat dat ook een van de grootste redenen geweest waarom basketbal nog niet hiervoor gekozen is. Is natuurlijk, je hebt een hulpmiddel nodig. Je hebt een rolstoel nodig. Ja. En dat is natuurlijk een investering die je moet doen. Hè? Dus dat begrijp ik best wel. Als je gaat kijken van hoe ziet een sportrolstoel eruit. En dat is toch een uitgave natuurlijk wat je moet doen. Het ziet er doen. Een beetje anders uit dan. Ja, ja. Dus je moet wel die rolstoel hebben om de sport te kunnen beoefenen. Ja. Dus je hebt dat hulpmiddel nodig. En die zijn niet goedkoop. Daar moet er gewoon heel eerlijk in zijn. Die moet je wel aanschaffen. En daarvoor doe
duurt het vaak langer voordat basketbal in een ontwikkeling wordt meegenomen in een proces. Omdat het zijn kosten die je al moet maken. Terwijl je vrij simpel, een voetbalveld, heb je een doel, heb je al. Ja. Je pakt een bal en je kan voetballen. En een volleybal, je doet een touw spannen en je kan een volleyballen. Maar bij rolstoelbasketbal heb je toch je rolstoel nodig. En dat maakt vaak het wat lastiger om rolstoelbasketbal te beginnen. Maar als je er dan mee zou beginnen, je hebt die rolstoelen en je hebt enthousiasten. Kijk, het is niet voor niks een van de sporten op de Paralympics met de meeste kijkdichtheid van de supporters. En waarom? Omdat het gewoon een attractieve sport is, waar gewoon alles in zit. En er gebeurt iets. Hè. Elke seconde van de wedstrijd gebeurt er wel iets. Het is een heel attractieve sport. En dus als je daar iedereen kan, als je iedereen daar voor elkaar kan krijgen dat iedereen die sport zou gaan doen, ja, dan kan je heel snel kan je al stappen maken. En rolstoelrijden kunnen vaak rolstoelrijders al. Dus dat hoef je ze niet meer te leren. Het gaat alleen maar het spelletje basketbal. Hoe moet je dribbelen met een rolstoel en allemaal dat soort dingen. Maar je kan al heel snel stappen maken. Dus dan wordt het plezier. En dat vind ik in eerste instantie altijd het belangrijkste. En dan zie je het doel, dan kan je daarna pas stellen. Dus laten we eerst maar zorgen dat er plezier gaat komen op een basketbalveld. Ja, de accommodaties die zouden niet, die zijn er al in feite. Ja. Ja, er is een, ik neem aan, of tenminste, ik weet zeker dat hier sporthallen zijn waar twee baskets hangen. En ik heb ook al begrepen dat er in Suriname best wel aardig valide basketbal gespeeld kan worden. Er wordt veel gespeeld. Ja. En stel dan voor, je bent een basketballer en je vindt de sport hartstikke leuk. En je hebt een blessure waardoor dat je die sport niet meer kan beoefenen. Mm, ik neem aan dat dat ook in Suriname zo is, want dat hebben wij in Nederland ook. Ja. Want momenteel de beste speelster van Nederland, die heeft zelf 6 jaar in het nationaal damesteam valide basketbal gespeeld. Ik zeg 16 jaar, maar het is 16 jaar. Ja, 16. En speelt nu 6 jaar in het Nederlands rolstoelbasketbalteam. Mm-hmm. Omdat ze een blessure hebben. Ja. Dus je kan best zo een goede link vinden met de basketbalverenigingen hier in Suriname. Met te zeggen van oké, heb je een blessure van basketbal, je kan wel in een rolstoel gaan zitten. En dat hebben we wel al voor elkaar gekregen in Europa, zeg ik dan even. Want in Europa mogen ook met dat soort beperkingen mag je al wel deze sport gaan beoefenen. Ik moet wel zeggen dat het altijd lastig is om iemand die dan een sportblessure heb om zomer in een rolstoel te zetten, want dan voelden ze zich gelijk gehandicapt, zeggen ze dan. Ja, ja, ja. Terwijl wij nu al wekelijks, eigenlijk dagelijks, geven wij in Nederland nu rolstoelbasketbal clinics aan bedrijven. Dus gewoon voor als zijnde een ervaring opdoen. En een mindshift, hè? Inderdaad, een mindshift om te zien van, goh, het is gewoon fantastisch om deze sport te beoefenen. Ja. Zou je paard willen rijden, heb je een paard nodig. En wil je rolstoelbasketbal, heb je die rolstoel nodig. Ja. En of dat je nou kan lopen of gaat zitten of wat dan ook. Ja. Je kan die sport gewoon beoefenen en je gebruikt een hulpmiddel. En dat heb je bij de paardensport, dat heb je bij de wielrennen, heb je een fiets nodig. Nou, bij ons heb je rolstoel nodig. En ook als valide kan je gewoon die sport doen voor de fun met de teambuilding. Voor teambuilding uitjes en dat soort dingen doen wij gewoon. Veel in meer dan gewoon de sport. Ja, en het leuke vind ik zelf bij het rolstoelbasketbal dat niemand een voordeel heeft. Ja, als je een andere uitje gaat doen, je gaat een keer tennis of een keer golfen. Ja. Altijd heeft er wel iemand een keer getennist of gegolfd. Of die heeft altijd wel een voordeel. En nu met je bedrijf ben je allemaal gelijk, want niemand heeft ooit rolstoelbaas gewonnen. Ja, en dan even om aan te sluiten bij het verhaal van Gert-Jan. De reden waarom wij dus niet met basketbal door zijn gaan met Special Heroes. Het heeft te maken met het financieel plaatje. Ja, ja. Het had te maken met de rolstoelers die er niet waren. Hoeveel kost zoiets? Heb je een beeld? Nou, Gert-Jan, niet meer net even schrikken. Ik denk, kijk, het ligt natuurlijk, hè, als je zoiets moet aanschaffen en je zou zoiets gaan starten zijn weet professionele dingen. Ja, kijk, als je echt over toprolstoelbasketbal stoelen gaat spreken, dan ben je zo rond 3.500-4.000 euro kwijt. Ik weet niet wat dat is. Per rolstoel. Dus dat zijn ja. Als je gaat zeggen van, goh, we gaan beginnen, gewoon starten, dan zitten de rolstoelen die je dan nodig zou hebben, en omdat je in een startfase zit, dan zitten ze ongeveer dan zo'n rond 1.500-2.000 euro. Dus per stuk. Zo. Maar dus daarom zeg ik van, kijk, wat dit betreft zal het zich natuurlijk ontwikkelen met de tijd. Ja. Maar als je gaat kijken naar wat we nu proberen te doen, sowieso met Ready Enable, het trainen programma. En ook met Special Heroes Suriname en onze sportdagen voor kinderen met een beperking. Dan proberen we de mensen, bij stap 1, proberen we de mensen als eerste erbij te halen om te sporten en te bewegen. Laten ze kennis maken met verschillende soorten sporten. En dat ze van daaruit naar de club kunnen gaan. En laten we kijken hoe het allemaal loopt in een jaartje of 2, 3. Als we de juiste sponsoren weten te vinden om de rolstoelen binnen te halen, dan heeft Suriname. In ieder geval kan het heel snel gaan. Want Jamaica heeft ook zo'n team, hè? En die doen het niet onaardig. Nee.
Klopt. Ja. Ze hebben zich helaas niet geplaatst voor de Spelen van Rio. Maar neem niet weg dat zowel een dames als een herenteam van Jamaica ook mee hebben gedaan met de Pan Am Games. Klopt, Dus er zitten gewoon heel veel ontwikkeling in en er zitten heel veel kansen. Maar ook in de regio, ja. Ja, en ook hier in de regio inderdaad. Ja. Er is dus genoeg, er is wel animo, Ilanka. Ja, nou, als je gaat kijken, als we bij wijze van spreken terugkijken naar het Special Heroes project wat we doen. Ja. Er zijn al vijf, er zijn nog vijf dames, hè, meisjes met een beperking, die zich gewoon bij de voetbalclub gaan aansluiten. Bij een voetbalclub gaan aansluiten. Ja. En dat hebben we eigenlijk bereikt binnen, we zijn in oktober, eind oktober gestart met dit project. We zijn nu in november. Binnen een maand tijd hebben we al vijf mensen die zich willen inschrijven om gehandicapten voetbal te willen doen. Dus je ziet het, dat de animo er is. En we zijn dus nu even eigenlijk alle factoren aan het zorgen dat ze dat kunnen doen. Dus dat we de juiste trainers in het veld hebben. De accommodaties zijn er al, dat zijn de voetbalvelden. Dat is hartstikke makkelijk natuurlijk, want die accommodaties zijn er. Je hebt weinig nodig, behalve voetbalschoenen en een bal. That's it. En de juiste begeleiding. Dus nu nog het team samenstellen en dan is Suriname zijn eerste gehandicapte team. No. Dus de animo, werk aan de winkel. Maar aan de andere kant kan ik wel zeggen, wat gehandicapte sport richting de Paralympische Spelen is het terrein nog braak. Dus dat betekent dat er ontzettend veel werk aan de winkel is. Ja. En daarom zou het nog mooi zijn dat niet alleen mijn foundation zich hiermee bezig zou moeten houden, maar meerdere foundations die zich hierop af kunnen stellen. En dan krijg je een leuke samenwerking tussen elkaar. Want er is werk aan de winkel voor echt iedereen. Heel veel werk, hè? Ja. wat doet het je, Gert, als je ziet dat jouw verhaal, je motivatie, je levensverandert? Voor anderen, voor hier, voor de mensen anderen, hier. Ja, ik hoop dat ik. Ik hoor alleen maar positieve geluiden. En ik kan me best wel voorstellen dat het niet altijd positief hoeft te zijn. Want ik vertel ook wel eens wat mindere leuke dingen wat ik heb meegemaakt en noem maar op allemaal. En heel eerlijk, uiteindelijk ben ik ben coach. Dat is gewoon mijn vak. Daar word ik bondscoach. Ben je strenge coach? Ik kan heel streng zijn. We maken afspraken. En als je die nakomt, dan heb je wel een probleem met mij. Ik moet zeggen dat in mijn team, kijk, we hebben een doel en dat is goud. En dan moet je maar de afspraken nakomen. Want die hebben we samen gemaakt, die zijn gesteld. Dus ik kan streng zijn. Maar dat bepaal je zelf. Want als je gewoon altijd op tijd bent en je doet gewoon je ding, je komt je afspraken na, dan word ik ook niet boos. Dus doe gewoon wat we hebben afgesproken. Ja. En zo probeer je de mensen te ontwikkelen. Maar uiteindelijk hebben ze zelf een doel bepaald. Als dat het doel is van net niet, nou, dan ben ik niet de goede coach. Dus dat is de kunst. En op die manier werk ik. En op die manier vertel ik het ook hier. Maar wel wetende dat juist in de breedte sport, dat het daar wel start. Want wat er uiteindelijk gebeurt met Special Heroes, met Ilonka, wat ze doen met de Foundation. Het gaat uiteindelijk in eerste instantie om de breedte sport. Dat goed neergezet wordt. En ik denk, ik zie het ook als een samenwerking. Want als jij het hier goed voor elkaar kan krijgen om een goed team wat naar de Paralympische sport zou gaan, geeft ook weer hele positieve beelden voor dat meer mensen willen gaan sporten. Ja. Waardoor dat de breedte ook weer breder gaat worden. En daarvoor is er wat Ilonka ook zegt, het samenwerken met verschillende instanties, is juist zo belangrijk. Van of dat je nou over de top praat of over de breedte sport. In alle facetten moet gewoon met elkaar mooi ervoor zorgen dat in zijn totaliteit die gehandicapte sport naar een hoger plan gaat. En hoger plan bedoel ik dan in de breedte, dat er meer mensen gaan sporten. Waardoor dat het resultaat dat Suriname dat ook als ze dan naar een Paralympisch gaan en in de toekomst gaan we die medaille winnen, dan is het natuurlijk een geweldig resultaat ook voor het land. Je gaat naar Rio. Heb je al potentiële tegenstanders in beeld van wie je zegt van deze moeten we rekening houden? Nou, wij zijn nu gerankt derde van de wereld. We zijn in Londen in 2012, zijn we derde geworden op de Paralympics. Dat was een verrassing, want we waren al zesde gerankt. Dus we zijn uiteindelijk derde geworden. We zijn ook weer derde geworden op de WK. Twee jaar geleden in Canada. En toen heb Canada toen nog gewonnen en Duitsland is tweede. Afgelopen zomer hebben we in de finale van de Europese kampioenschappen hebben we nip weer verloren van Duitsland. Nou, dat is nooit prettig om van Duitsland te verliezen. Dus ook in onze tak van sport. Neem niet weg dat wij die jaar daarvoor of twee jaar daarvoor Europees kampioen zijn geworden. Ja. Ook in Duitsland. En dat voelde op zich wel heel lekker. Dus dat was wel fijn. En nu verloren we dan in Engeland. Dus het was niet anders. Neem niet weg dat wij qua benchmarking
Als je echt qua benchmarken kijkt, worden wij in Nederland als het grote voorbeeld nu genoemd als het topteam. Ja. Dus met de dames, hoe wij elke dag aan het trainen zijn, ja, met professionele staf, noem enzovoort maar op. Maar uiteindelijk gaat het om de laatste wedstrijd te winnen van de Spelen in Rio. En daar zijn we gewoon elke dag keihard mee bezig om ervoor te zorgen van oké, het moet nu gebeuren. En zo staan we er ook in. En het gaat ook gebeuren. En elke procent met wat voor stap dat we ook kunnen gaan winnen of kunnen meenemen onderweg naar dat doel toe, die pakken we. En zo zijn we druk bezig. Dus uiteindelijk gaat het om één ding. En dat is volgend jaar die gouden plakken omhangen bij al die speelsters. Waren ze nu echt al pak een beetje, sommigen al 6-7 jaar voor keihard voor trainen. Ja. Nou, succes, zal ik zeggen. Dank je wel. Je rol in Suriname hier wordt voortgezet. Zeker. Maar ik wilde wel een aanvulling daarin doen. Mm-hmm. Want kijk, Gert-Jan inspireert niet alleen de mensen met een beperking, kinderen en ouderen met een beperking. Maar eigenlijk wil ik veel verder gaan dan dat. Ik wil kijken naar gewoon alle coaches, begeleiders, trainers die valide zijn. Ja. Dat als je naar Gert-Jan zijn verhaal luistert, om te kijken van dat hij als een jongetje geboren is, wel met onderbenen, mm-hmm, door een ongeluk zijn onderbenen kwijt is geraakt, maar hij wel de beslissing genomen, hè, ja, om klap, bijvoorbeeld niet bij de pakken te gaan neerzitten, nee, maar zijn leven op te pakken. Ik wil eigenlijk daarmee eigenlijk de coaches en eigenlijk de begeleiders daarin motiveren en dat hij ook ons kan inspireren, dat doorzettingsvermogen en de kracht, die intrinsieke kracht die we allemaal binnen hebben, om dat naar buiten te laten komen. Want als jij een wereldcoach bent, dan zorg je ook voor een wereldteam. En dat is eigenlijk wat ik eigenlijk aan de sportbegeleiders, de coaches, de trainers, iedereen die daar in die vooraanstaande positie zit, om met kinderen met een beperking te werken, maar ook mensen zonder een beperking te werken, dat echt dat belangrijk, dat die mentaliteitskwestie heel erg belangrijk is. We gaan niet voor de bovenste plak, maar we willen meer dan de bovenste plak hebben. We willen niet één keer kampioen worden, we willen kampioen blijven. En dat zijn eigenlijk de drempels die we ons mentaal moeten, of zeg maar de goals die we ons mentaal moeten opzetten. En het gaat er niet om of je nou valide bent of niet valide bent. Dus daar wil ik eigenlijk naartoe. En dus daarom bekijk ik Gert-Jan natuurlijk als een inspirator voor niet alleen mensen met een beperking, maar ook mensen zonder beperking. Ook een motivator. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn missie geweest met zijn komst. Komst, Het aanvullen daar nog op is, zoals ik nu in Nederland en ook eigenlijk in heel Europa, dat er heel veel aan mij getrokken wordt, vanuit de valide sportkant. Ja. En ook vanuit het bedrijfsleven met managers. En omdat ik ervan overtuigd ben dat je, nou dan kom je toch weer dat het samen is. En omdat je nou die beperking hebt of niet. Ik heb 10, 11 jaar heb ik op het hoogste niveau valide basketbal altijd getraind en gecoacht. Dus er wordt, aan die kant wordt er best wel aardig wat getrokken. Alleen ja, ik vind het gewoon geweldig wat er nu allemaal gebeurt. En dit soort initiatieven om daar een onderdeel in te kunnen zijn. En daarvoor ben ik nu ook hier. Ja. Hoe ziet de rest van het programma eruit? Nou, wij zijn vandaag is onze derde dag, Gert-Jan. Ja, we hebben morgen nog een volle dag met theorie en praktijk. En dan hebben we aanstaande dinsdag vindt het examen plaats. Ons examen hebben we dus uitgezet in de vorm van een sportdag die niet de Elon Kaffer Elmond Foundation organiseert, maar de cursisten. Okay. Want zij krijgen... praktijk dus. Ja, zij gaan echt in praktijk. Wij leren ze ook natuurlijk om te organiseren, te plannen. En dat heeft met sport alles mee te maken. Dus als zij in de toekomst ook evenementen willen organiseren, zijn natuurlijk een bepaalde checklist die je moet nalopen. Ja, ja. Dezelfde checklist die een coach naloopt met zijn team. Dezelfde checklist die de sporter naloopt voor zichzelf. Dus we leren ze plannen en organiseren. En dat moeten ze allemaal doen. Zelf doen. Aanstaande dinsdagochtend in Sousse. Ze moeten de velden uitzetten. Ze moeten alles bij elkaar halen. Wat wij als foundation wel hebben gedaan, is dat we de scholen hebben geregeld. We verwachten rond de 110, 120 kinderen met een beperking. Om mee te doen aan de sportdag. Voor onze sportdagen die de Ilonke Elmond Foundation organiseert, is dat wat kleiner. Omdat het nu een totaal nieuwe groep van cursisten in het veld zal staan. En wij zullen natuurlijk bijschaven. We zullen dan het moment dan ook gebruiken om te kijken van alles wat zij de afgelopen 4 dagen klassikaal hebben gedaan. Met wat oefeningetjes tussendoor. Om te kijken of ze dat van theorie weten om te zetten in de praktijk. Hoe staat het met de trainers van de vorige... training? Die komen bij ons op de sportdagen terug. Okay. Die krijgen 4 keer in het jaar de kans om aan hun skills weer te werken. Het wordt weer gemonitord, geëvalueerd. Al onze sportdagen heeft dat stukje monitoring en evaluatie. Ja. En dan beoordelen we elkaar
De scholen beoordelen onze sportdagen en onze trainers. En wij beoordelen elkaar onderling. En dat is gekoppeld aan de cijfer. Wij zijn bezig met het jaarverslag over alle sportdagen die we hebben gedaan. En die gaan naar de sponsoren toe. Vorig jaar was ons gemiddeld een 8,4. En de bedoeling is dat wij met dat gemiddelde 2015 moeten overschrijven. Dus heel veel werk. Ja, nou, je bent constant bezig. Ja, we zijn constant bezig. Dat is wel de bedoeling dat je een gepland jaar hebt. Kijk, ja. Het mooiste van onze organisatie, en dat is wel het prettigste ervan, is dat wij ver vooruit werken. Ja. Onze jaarplanning van 2016 was al tussen juli en augustus al bepaald. Okay. Dus wij weten hoe ons jaar eruit gaat zien met de sportdagen voor kinderen met een beperking. In principe ook met Ready Enable. Het enige wat onze X-factor is onze sponsoring en onze financiën. We weten allemaal dat we nu in een wat lastigere periode zitten. We zitten in een recessie, kan je wel zeggen. Maar dan gaat het natuurlijk liggen aan het bedrijfsleven, onze sponsoren. Hoe zit hun visie van maatschappelijke betrokkenheid eruit? Is het juist in de moeilijke tijden dat ze ons blijven steunen? En dat ze zeggen van ja, kijk, dit is een manier hoe wij positief kunnen bijdragen. Vooral in de moeilijke tijd. Of zeggen de bedrijven van we moeten toch een vinger op de knip houden en we houden de centjes binnen. Dat zullen we dus komend jaar zien. Jij bent veel in contact met de bedrijven. Kan beter. Ja. Nou kijk, het is natuurlijk een mindset. Hè? Ja. Het stukje corporate social responsibility of het maatschappelijk verantwoord ondernemen is een term dat internationaal pas de laatste 5 tot 10 jaar is ontwikkeld. En dat gaat zich natuurlijk ook, dat die vlek waait zich ook uit naar Zuid-Amerika en de rest van de wereld. Suriname zit erin. Er zijn een aantal bedrijven die echt dat stukje CSR hebben opgepakt. Ja. En het heeft echt met een bedrijf te maken van waar willen ze voor staan en wat willen ze de komende jaren doen. Ik zeg, kijk, het is leuk om een evenement te sponsoren. Ik zeg maar wat, een dansevenement of een muziekevenement of whatever. Dat is natuurlijk goed, want het heeft te maken met je promotie die je op dat moment wil hebben. En misschien een grote doelgroep tegelijk willen bereiken. Maar ik kijk naar het lange termijn karakter, naar de duurzaamheid. En daarom zou het ook zo, als ik in de positie zou zijn, als ik advies zou mogen uitbreiden naar het bedrijfsleven, dan zou ik zeggen, kijk naar projecten waarbij je zegt, van ja, daar koppel ik me graag aan. Ik koppel me aan succes, ik koppel me aan lange tijd. Investering in het leven. Van, een investering in het leven, dat zijn dingen die je niet terugneemt. Je leert mensen wat, je zorgt voor goed leven van andere mensen. En je kan er naartoe. Je kan zeggen van, stel nou dat ik een bedrijfsuitje heb en ik heb buitenlandse gasten. Kan je, als de agenda zich erop afstemt, kan je zo'n sportdag bezoeken. Of je kan zo'n trainer-trainerprogramma bezoeken. Maar je gaat altijd die dingen terugvinden in jaarverslagen. Dus ik kijk eigenlijk naar het lange termijn karakter. En ik heb wel een aantal bedrijven die ook zo denken. Die zijn ook die draaien al een jaar of 6 met ons mee. Ja. Maar natuurlijk zal het mooier zijn. Het is maar een handje vol hoor. Ja. Maar het zal natuurlijk mooier zijn als de andere honderden bedrijven ook hetzelfde voorbeeld nemen als de andere 6 bedrijven. Maatschappelijk ondernemen heet dat toch? Ja, maatschappelijk ondernemen. Ja. En daar staat natuurlijk een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid aan gekoppeld. Ja. Gert-Jan, wat is next voor jou? Nou, morgen nog een dag hier train de trainers. En dan ik kijk echt uit naar dinsdag naar de sportdag. Omdat ik dat natuurlijk voor het eerst hier mee ga maken. Ja, en dan ga ik donderdag vlieg ik wel weer terug. Ik heb hier en daar nog wel een afspraak. Ilonke weet nog beter de afspraken dan ik ze weet. Want ik laat me nu eigenlijk leven. Maar op zich maakt me dat helemaal niet uit. Ik vertrek een donderdag weer. En dan gaat het vrijdag, zaterdag gaan we gewoon weer aan de slag. Om het team klaar te stomen voor die gouden medaille in Rio. En ik neem een geweldige ervaring mee naar huis. Vanuit hier, vanuit Suriname. Nogmaals, als ik daar dan in de toekomst nog vele stenen aan kan bijdragen, dan weet Ilonke mij te vinden. Ja, het zal niet de laatste keer zijn dat Gert-Jan hier naartoe komt. Maar daarom wil ik hem ook in het bijzonder bedanken. Ja. Want kijk, hij leidt een team die naar Rio gaat. Ja. En dat hij vanuit een weekje absent is. Ja, en voor ons hier in Suriname, dat zegt al heel veel. Want een week training kan ontzettend veel uitmaken. Klopt. Op het resultaat dat je bijvoorbeeld over een aantal maanden wil behalen. En dat kan ik wel zeggen hoor, van topsport. Dus daarom is het ook heel bijzonder dat Gert-Jan hier in ons midden is. Ja. Extra trainingen misschien als je teruggaat. Ja. Nou, ik heb al gezegd, ik heb een goed team en ik heb goede collega's. Ja. Dus ik hou dagelijks heb ik contact. Dus het komt helemaal goed. Okay. Dankjewel voor je komst naar de studio. Dankjewel. Voor het delen. Dat van jou bijzonder indrukwekkend. Maar bovenal het feit dat je iemand bent die zeker niet bent blijven zitten bij de pakken. Dankjewel.
een duidelijk voorbeeld voor velen van ons. Oké. Ilanka, thank you. We blijven in contact. Yes, Ashwin, hartstikke bedankt.